Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo. Ik ben een journalist gespecialiseerd in popcultuur. En dit vlogkanaal gaat over strips, comics en geeky zaken. En wat ik regelmatig doe met jullie is postpakket openmaken. Want uitgevers sturen mij geregeld hun nieuwe stripalbums op en graphic novels. En op die manier kunnen we samen kijken wat er allemaal in de winkel te koop is. En dan kun je bekijken en bepalen of je het wil kopen of niet. Of een strip iets voor jou is of niet. Voordat ik dit pakketje openmaak wil ik jullie even vragen om te liken. En als je nog niet gesubscribed bent op mijn kanaal om me te subscriben. Dat helpt altijd. En ook als je de content tof vindt die ik maak om het te delen op sociale media. Zeker als het gaat om een album wat je tof vindt. Want dan weten andere mensen ook dat die strips er zijn. En wie weet kopen ze dan het ook. Of gaan ze het in ieder geval lezen. En zo krijgen we meer lezers voor de Nederlandse stripuitgaven. Dat is belangrijk. Anyway, dit is een pakketje van Concerto Books. Dat is natuurlijk een winkel in Amsterdam. Een platenzaak. Maar die geven ook sinds een tijdje strips uit. Graphic novels. En Hansje Joustra is een van de mensen daar. Samen met Dick die de boel bestiert daar. En ik denk dat ik al weet wat hierin zit. Ik heb zo'n vaag vermoeden, maar we gaan het kijken. Gisteren kwam er iemand met een koerier. Er kwam een koerier langs, een fietscourier, om dit aan me af te geven. Dus ik ben heel benieuwd. En laten we maar gaan kijken. Kijk, het is de nieuwe Guido van Driel. Dat is interessant. In Hollandia Suburbia, deel 1 aankomst. Dat is leuk. Guido van Driel is een stripmaker en een filmregisseur. Een filmregisseur die zijn eigen strips verfilmt. Dus dat is ook heel erg grappig, vind ik. Even dit eventjes weghalen. En wat zegt het persbericht erover? 176 pagina's hardcover. En de prijs is €34,99. Misschien staat er wel iets op de achterkant ook. Als de leden van een garageband in Hollandia Suburbia na een repetitie huiswaarts lopen, hakt een uit de hemel gevallen metalen schijf een arm van de toetsenist af. Vlak daarvoor heeft gitarist Jonas van de Geest boven de rijtjeshuizen enkele UFO's zien zweven. Oké, well, that's something completely different, zou ik zeggen. We zien het hier ook. Een rare toestand hier op zijn schouder. Inspecteur Harry Klein gaat op onderzoek uit en ontdekt dat achter de eenvormige voordeuren van de Hollandse buitenwijk vele geheimen schuilgaan. Dit eerste deel van een tweeluik handelt over het diepste boorgat, de hoogste ambities en onverklaarbare zaken die onder de oppervlakte woekeren. Van Concerto Books. Dit is dan de cover eventjes. Up close and personal. Nou, er gebeurt al iets heel raars met hoofddoekjes die iets met een man doen. En iemand in de bosjes hier die dat beschouwt. Intrigerende cover, op zijn minst. Nederlands Letterenfonds, Dutch Foundation for Literature, heeft waarschijnlijk subsidie gegeven. Over Guido van Driel. Dat is Guido van Driel, de stripmaker. Verschillende boeken heeft hij gemaakt, waar hij ook een stripschapspenning voor heeft gekregen. Zoals je kunt zien, diverse boeken zijn vertaald in het Frans en Duits. En hij is ook regisseur van speelfilms. Groen is toch de mooiste kleur van gras. De wederopstanding van een klootzak. En Bloody Mary. Ik vind het altijd interessant als iemand... als iemand dus meerdere dingen tegelijk doet en meerdere kunstvormen tegelijk hanteert. Maar laten we vooral gaan kijken naar het tekenwerk, want daarop valt of staat een strip toch mee. Dan kunnen we even kijken hoe het begint. Introductie van de wijk, zoals je kunt zien. Kat verdronken in opblaasbad. Ik ben wel benieuwd of jullie het werk van Guido van Driel kennen. Oh kijk, daar hebben we die kat die verdronken gaat worden in een opblaasbad. Ik ben benieuwd of jullie het werk van Guido kennen en wat je ervan vindt. Dit is dan weer een potlood. Ziet er mooi uit.
Is dat grappig, als ik deze vlogs opneem, dan kijk ik dus naar de pagina via het schermpje van mijn camera en dan zie ik het eigenlijk nooit zo heel erg goed. Ik let natuurlijk ook op of het beeld scherp is en dat soort dingen. En pas later, als ik de video dan terugkijk of monteer, dan zie ik eigenlijk veel meer details van de platen die me dan opvallen. Dat is dan de ironie van het maken van dit soort vlogs. Dus jullie kunnen het eigenlijk beter zien dan ik. Maar laat vooral weten wat je ervan vindt. Of je misschien de films van Guido kent. Of de strips van Guido. En wat je daar dan, of je dat leuk vindt om te lezen. Het is in ieder geval een eigenzinnige maker met zijn eigen thematiek. En het is een lijvig boek zoals je ziet. Laten we nog eventjes gewoon verder bladeren. Dus dit is dan een beetje een eerste indruk. Naar aanleiding van allerlei krantenartikelen. Die gaan als een soort rode draad door het boek heen, zie ik. Dus ik weet nog niet zo goed wat ik ervan moet denken. Behalve dan dat ik wel benieuwd ben naar het verhaal en waar het dan over gaat. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Like en share als je dit tof vindt of als je een fan bent van Guido van Driel's strips, of dat dit de eerste is die je ziet, dat je denkt, nou, ziet er wel interessant uit. Of share het als je het boek gekocht hebt en gelezen hebt. Dat je denkt van, nou, dit wil ik delen op sociale media. Dat is allemaal goed. En ik zou zeggen, op naar de volgende vlog.